Goedemorgen iedereen en welkom weer op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want dat zou ik heel leuk vinden. En vandaag wordt weer een lekker druk dagje. Wel leuk, want ik ga bijvoorbeeld mijn nagels doen vandaag. It's time again, maar ik zal jullie zelfs laten zien. Ik heb ook een poll gedaan op mijn Instagram om te vragen wat voor nagels ik zou doen. Dus volg mij op Instagram, @alisalo, voor die polls en such. Ik ga jullie mijn outfit laten zien. I really like this outfit. Oké, mijn... mijn haren zijn aan het shedden. Mijn trui is van de H&M, denk ik. Gewoon een basic zwarte trui. Hieronder heb ik nog zo'n beige blouseje met lange mouwen. Ook van de H&M, de basic. Mijn broek is van totally2.com. En mijn sokbooties zijn ook van totally2.com. Ik vind het wel cute zo. Ik vind het wel schattig. Het ziet er zo schattig en toch smart uit, hè. Sophisticated. Zeker met de bril. Zo. Dat is beter misschien, hè. Oké, let's go. Drukke dag. Eerste stap action, denk ik, als ik nog tijd heb. Ik ga eens kijken hoe laat het is. Nou, het is 11:15, dus ik kan nog wel snel langs de action rijden. En dan op naar Celientje. Hey baby. Gaat je braaf zijn als mama weg is? Gaat je flink zijn als mama weg is? Ja? Mama komt vandaag niet thuis, hè? Straks ook niet. Goed? Je moet flink zijn, hè? En goed op je kleine zusje letten, hè? Ja, en morgen vroeg gaan we je oogjes nog eens zuiver maken, hè, schat? Dag, lieveke. I love you. En jij, mini-muis? Gaat je ook flink zijn? Gaat je ook flink zijn als mama er niet is? Hè? Ja? Oké, doei. Dag, hè. Jo. Dit is echt mijn favoriete lied op het moment, denk ik. Het is Madison Beer met Dad. Of... deze vind ik ook heel goed. Ik ben normaal niet zo'n grote Taylor Swift fan. Dit is trouwens de nieuwe Taylor Swift met Gorgeous. Maar deze vind ik wel goed en die doet mij aan iemand denken. Dan mijn laatste favoriet. Allee, dus ik heb er drie die momenteel mijn favoriet zijn. Deze van Femke, Louise op mijn money. Ik ben op mijn money, waar is all the way? Dat zijn dus mijn drie favoriete liedjes momenteel. En ik ben wel eens heel benieuwd wat jullie favoriete liedjes zijn. Dus zet in de comments wat dat jullie favoriete muziek momenteel is. Ik ben heel benieuwd en ik ben altijd in om nieuwe liedjes te ontdekken. En voor de mensen die gaan zeggen dat ik moet opletten als ik rij, mijn camera staat vast, hè. Ik heb zo'n ding gekocht om mijn camera vast te zetten. Dus mijn twee handen zijn aan het stuur. Oké, in mijn vorige vlog heb ik laten zien hoe blij mijn katten waren als ik er was. Mijn honden zijn dus veel blijer, hè. Kijk maar. Hey! Oké,
Nick en Celine hebben de nieuwe iPhone. De iPhone X, hè? Hallo. Ja. X of 10? Ja, of is dat hetzelfde? X, oké. En Nick is hier rare dingen aan het doen met zijn iPhone. Oh, wel chic. Ik vind hem wel chic. Laat u hem eens zien. Zo. Wauw. Ja, dat is echt wel mooi. Ja. Ja, dat is echt chic. Woehoe. Oké, we zijn de nieuwe collectie aan het shooten. Dit is al één jurkje van de feestcollectie. We hebben het ook in het grijs. Dat is dit. Dus dan kun je matchy zijn met je bestie, ja. Klaar met foto's maken en met de pakjes. We hebben weer een zak, goed gevuld. Oh, en die weegt zoveel. Dus die gaan we nu naar de post brengen. En dan gaan we onze nagels laten doen. Dit zijn mijn nagels nu. Zoals je ziet, wel weer fel uitgegroeid. En ja, ik heb weer hard gebeten. En iedereen op mijn poll zegt, op mijn poll op Instagram zegt dat ik voor mat donkerrood moet gaan. Dus ik ga jullie advies opvolgen. We zijn terug van de nagels. En dit zijn mijn nagels nu. Mat rood, zoals jullie hadden gezegd op Instagram. En dan zijn we ook nog onder de zonnebank geweest voor een van de eerste keren. Ik zie precies rood eerder op mijn wangen, zo'n blosje. Dat is zo gek. Ja, dat lijkt echt al bruin en rood, roder. Maar oké. Dus we zijn onder de zonnebank geweest en nu ga ik mij even hier bij Celine en Nick een beetje opnieuw schminken, want de face make-up is eraf en dan ga ik eten. Lekker gegeten. Bij Giuliano's en Hasselt zijn we gaan eten. Was echt wel goed. Nu heb ik mij nog gedoucht, mij ontschminkt. En nu ga ik slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up als jullie hem leuk vonden. En vergeet ook niet om te abonneren. En in de vlog van vrijdag ga ik mijn haren laten doen. Spannend. Dus ik zie jullie in de volgende vlog. Bye.